dat een parachutist 1,5 week geleden een parachute is kwijtgeraakt. Echt? Echt waar? En wat is dat? Ja, dat was niet goed zeker. Dat was helemaal verkeerd. Ja. Ja, dat was een reserveprocedure. Zo noem je dat. Zo. Zorg dat je de zwaar een beetje eerst doet. Ik heb een wingsuitsprong gemaakt en bij het openen mijn hoofdparachute niet helemaal zoals het hoorde. Dat probleem heb ik niet op tijd kunnen oplossen en daarom heb ik een reserveprocedure uitgevoerd. En vervolgens ben ik veilig geland. Dat betekent wel dat die hoofdparachute die wordt losgekoppeld en wordt dan met de wind meegedreven. En die heb ik helaas niet meer teruggevonden. Hebben jullie hem gezien? Nee, we hebben niks gezien. Nee, ik heb niks gezien, nee. Nee, ik heb hem niet gezien. Nee. Kan iedereen gebeuren. Er zijn verschillende oorzaken om een reserveprocedure uit te voeren. Ja, het is helaas gebeuren dit soort dingen, maar ze gebeuren niet zo vaak. Pech in de lucht, dat is nooit goed. Ja, daarom is het goed dat je een reserveparachute altijd bij hem hebt. Je moet nooit 1 parachute meenemen. Voor zekerheid 2 meenemen.